nu zometeen naar de volksliederen. En u hoort onze commentator Arman Afsaroglu. Veel plezier bij Nederland-België. België toch enigszins verrassend. Heeft het elftal op een aantal plaatsen gewijzigd. Hier Damaris Egurola. De andere twijfelgevallen hebben deze belangrijke wedstrijd wel gewoon gehaald. Valse start in deze Nations League campagne. Maar daarna ging het toch een stuk beter. Er werd gewonnen thuis van Engeland in de Galgenwaard. Onderweg voor wat de wedstrijd is echt los. Brugts. Esmee Brugts, belangrijk geweest in deze Nations League voor Nederland. Meegeven op Belova. Die bal is niet te belopen en kan door. En Van der Donk kan de voorzet nu wel geven. Die kans vrije speelster gevonden, dat is Dijkstra. Voorzet wordt nu gevraagd. Is wederom wordt uitverdedigd, maar Egurola kan schieten. Eerste aardige poging van Nederland. Schot van Damaris. Egurola mist wat kracht. Brugts, België weer massaal in het eigen 16 meter gebied. Het schot van Esmee Brugts en weer gepakt door Evraar. Van der Donk gevloed door de truier. Dat zou hand heeft met het oog op plaatsing voor de spelen. Paas richting Pelova. Pelova. Komt ze er langs? Nog een keer proberen. Pelova en nu is ze er bijna. Pelova en het schot van Roord. Pelova, Pelova, Pelova en dan zit hij er niet in. Berestijn kan er ook net niet bij. Van Roord en dan buitenspel voor Van der Donk. En dus gaat dit feest helaas niet door. Martens kopdraak. Pelova, Berestijn voor het doel. De voorzet wordt onderweg nog getoucheerd. Nederland wil een hoekschop. Maar arbitrage niet. Pelova vindt hij bij Egurola. Maar ook met dit schot bezorg je Nicky Evra geen hoofdbrekens. Met Pelova. Pelova en ook dit klopt. Van der Donk. Aardige voorzet, maar Berensteen. Ja, Brugts dan. Die is eindelijk een beetje verlost van die tegenstand. En test Evraar voor het eerst echt. Een test die die keeper van België, maar met Pelova. Nu is een goede voorzet. En die is goed. En dan moet je een beetje geluk hebben als je die bal zo uit de lucht neemt. Zoals Esmee Brugts hier doet. Brugts licht vastgehouden, Frappard fluit en ook een gele kaart direct voor Dillaert op het trainingsveld. Spitsen naar Roord, Roord met de voorzet, die kan niet goed worden verwerkt door de Belgen en dan is het Egurola met toch een goede, zou je kunnen helpen. Pelova vindt Berestijn en hier is direct de goal in haar 100ste interland. Zet Linette Berestijn Nederland op 1-0 tegen België. Paas van Pelova en koeltjes afgerond door Linette Berestijn. Die in de vorm van haar leven verkeert. Doorgaan met scoren, Roord. Of verliest haar aanvoerdersband. En verliest ook de bal. Nee, toch een kans voor de Belgen. Na geschut erachterin bij Nederland. Maar het schot van Marie de Truijer. En nu dus deze corner. Getrapt door Vullaert. En daardoor loopt die aanval wat vertraging op. Toch Brugts en Evraar met heel veel moeite. Pelova op zoek naar de ruimte. Vindt ze die? Nee. De eerste aanname. Bal ingeleverd bij Romain Leugter heeft hij nog. Van de Zanden. De bal. Berestijn duw in de rug van Berestijn. Scheidsrechter. Duift het weg. Pelova. Pelova. En Evraar heeft moeite om die bal goed. Diep in de extra tijd van deze eerste helft. En die waait er nog bijna vanzelf in. Dat alles waar hij vooraf bang voor was aan het gebeuren is. Nederland
doet wat het moet doen. Staat halverwege tegen België met 1-0 voor. Daar blijft Sarah Wijnands in de kleedkamer achter Yassina Blom. Ja, we zien dat de spelers van het Nederlands elftal weer naar buiten komen. We zagen aan het eind van de eerste helft. In Spanje bij Tenerife. Dan gaat bijna haar tweede gele kaart oppikt in die eerste helft. En dat is een handig balletje van de Donk gelijk met de goal mee zich. Dat zou een enorme opsteker zijn geweest, zo vlak na rust voor Nederland. In de aanval, maar ver aan die zijkant weer kan lopen en het schot van Pelooft mee. Martens weer zo druk daar in het centrum. Bal geprutst, die de bal nog wel binnenhoudt. Dan de voorzet. Berestijn gaat er net onderdoor. Wullaert doorgelopen. Daar is Wullaert en dat is de beste kans voor de Belgen. Ook altijd schaduwt. Nu Brugge, die heeft ze heel vaak op deze manier gemaakt. Nu doet ze het niet, maar de rebound is voor Berestijn. Weer Linette Berestijn. 2-0. Er zit weer leven in Nederland. Altijd maar weer Esme Brugts. En wat een geluk dat er geen VAR is, want ze staat hier buitenspel. Doelsaldo nu. Weer helemaal gelijk. Spitsen. Gaat die bal voor het doel leggen. En kan worden verlengd. Brugts staat daar paniek bij de Belgen, acht Martens. De voorzet. Berestijn is daar in de buurt. Nieuw ingebracht. Egurola en een nieuw. Roort kan het proberen. Evra. Jill Roort. Hier is die corner. En daar is de kans. Weer Evra. Pitsen. Wullaert nog altijd. Dat is een goede voorzet. Twijfel weggenomen door België. De truien. Egurola die opruimt. Nederland die bal niet wegkrijgt. Hier is het schot. En die moet voor Roort. En Berestijn voor de hattrick. Net te veel tijd nodig. Voor Nederland. Dat minimaal nog één doelpunt nodig zal hebben. De corner is goed. En Roort. Wat scheelt het. Wullaert. Scoort makkelijk. Die goed speelt dat grote Belgische talent op het middenveld. Deze bal is goed. Tessa Wullaert en Van Domselaar. Hoe cruciaal is deze redding aan het eind van de avond? Dit is allemaal goed wat de Belgen doen, maar de laatste voor Miedema uit de moeilijke hoek. Martens gevonden en hij gaat er niet in zich. Miedema. Miedema geeft de bal mee en Snoeis net in de ploeg gekomen. Probeert die bal met de rechterteen nog langs Evraar te krijgen. Maar dat mislukt. En Van de Donk. Simpel. Evraar af de linkerkant. Miedema heeft heel veel ruimte. Miedema de voorzet. Miedema, ze komt eruit. Miedema, Miedema, Miedema. Dit zou toch een onwaarschijnlijk mooie treffer zijn geweest. Vivianne Miedema. Ze begint aan een avontuur. Ach, Miedema. Alleen voor de keeper. Miedema. Berestijn dan. Berestijn en net aan de verkeerde kant van het net. En foutje achterin. Bij Kaiman, notabene, de meest voor deze hoekschop van Nederland. En Evraar. En Roort, Roort. Weer wil die bal er maar niet. Die probeert Nederland aan de hand te nemen. Martens. De hoekschop die nog wordt voorkomen door Tine de Kenny. Berestijn. Ze doet er alles aan. Lieke Martens. Daar komt die bal voor het doel. Nou, wie had de trekker over? Martens. Von aan de rechterkant mee. Blom doet het helemaal zelf. Weer geblokt. Nog een poging. Pelova. Van het Donk. Berestijn. Hier is Martens. Martens. Pelova gaat naar de kant. Voor haar komt Renate Jansen. Eerst aan de bal. Romé Leugter. Eén doelpunt is genoeg. Wie staat er? Ja, wie staat er niet? De kopbal. Oh, Evraar heeft hem niet. En dan zit
misschien wel de treffer die de Olympische droom van deze vrouw in leven houdt. Leugde met de bal voor. De kopbal. En ja! Ja! Weer Engerola. 4-0. En nu kan het niet meer fout. Huur de beste scenario-schrijver in Hollywood in en die verzint dit niet. En daar is dan ook direct het laatste fluitsignaal van Stéphanie Frappart. Zeldzaam gezien dit.